mensen. Oké, daar gaan we. Succes allemaal. En waar kan? En dat kan zeker wel op de pauze trekken. Geniet. Geniet maar even. Herman, succes. Jaap, succes. En alle anderen natuurlijk ook. 161 meter staan. De 44ste oudejaarscross van Sisu. Met wie zijn we daar? Met de nieuwe voorzitter van Sisu. En dat is Remco Platenburg. Ja, dankjewel. Dat klopt inderdaad. Sinds dit jaar. Wie is Remco Platenburg en wat wil jij? Remco Platenburg, woonachtig in Almelo. 48 jaar. Alle jaren lid van Sisu. En ik ben gevraagd inderdaad om in het bestuur plaats te nemen. Samen met nog een aantal andere mensen. Het mooie werk van het vorige bestuur verder uitbreiden. Maar ook nieuwe dingen ontwikkelen. En dat zit er met name in de nieuwe trainers zoeken voor de jeugd. Daar is er nog een zwaar tekort aan. We willen natuurlijk het ledenaantal een stuk omhoog hebben. En mooie activiteiten ontwikkelen. Hè. Zoals altijd is het met vrijwilligers altijd lastig om te vinden. Er waren ook wat voorwaarden, ook bij mij, maar ook bij Bert. We willen graag allebei erin in plaats nemen in het bestuur. De kennis van Bert is enorm en die is onmisbaar op dit moment. En daarnaast hebben we een goede penningmeester gevonden. En nog twee algemene bestuursleden, dus we zijn met z'n vijven op dit moment. Een goede secretaris. Dus met vijf mensen zijn we op dit moment en dat gaat hartstikke leuk. Jullie willen ook wat gaan doen aan jullie complex? Ja, klopt. We willen het wat aantrekkelijker maken. Met name ook de mensen die op de zaterdagmorgen achterblijven, die naar de kinderen aan het kijken zijn. Dat die wat te bieden hebben. Een stukje horeca naar beneden halen. Dat er koffie en wat lekkers beneden is. Nieuw materiaal is al deels aangeschaft. Dat zullen we ook gaan uitbreiden. En voor de rest, de baan moet sowieso ook onderhouden worden. En dat wordt keurig gedaan op dit moment. Molly Zaltena, jij bent de beste dame in de 44ste crossloop, oudejaars crossloop van Sisu. Wat betekent dat voor jou? Dat vind ik heel erg leuk, want vorig jaar was ik tweede geworden hier. En dat vond ik toch wel een beetje zuur, want tweede is net niks. En de dame die toen voor me liep, daar heb ik me echt een heel jaar op gefocust. Van ik moet haar volgend jaar pakken, maar ze was er niet. Dus ik wist dat ik dit jaar kans maakte om te gaan winnen. En dat vind ik fantastisch dat het gelukt is. Ja, dit is echt een fantastisch leuk parcours. In het begin zit er een kort rondje in en die is gewoon echt vlak en snel. En daarna komt echt het crossgedeelte met heuveltjes en onverhard, een beetje modder en een paar keer door een slootje heen. Dus dat maakt het echt een cross. Maar al met al wel te doen? Ja, dit ligt mij gewoon heel goed. Ja, die Ethiopiër die voorop liep, die liep toch echt een stuk sneller ook op de weg. Dus hij is zoveel sneller. Dus ik had ook niet verwacht dat ik hem zou winnen. Ja, en ik denk dat het vooral een beetje op tactiek aankwam. Want op het laatste stukje zag je dat hij zoveel over had. En toch pak ik hem nog in de eindsprint. De eerste plaats dus. Fantastisch atleet ook vandaag hier aan de start. En ook fantastisch gelopen, Luc Meijering. Oké, we hebben een prachtig podium gehad bij de dames.